50. En de start is gevallen, de paarden zijn onderweg en het is vanaf de buitenzijde een bliksemstart voor Tom Kooijman met zijn nummer 6 Waikiki Sycamore, maar ook een mooie start voor Zurlo Toscana. Oh, Zurlo Toscana, in het geweld gaat daar van de benen aan kop en dat betekent dat hij naar de buitenkant gaat en dat Tom Kooijman met nummer 6 de leiding heeft genomen. Uitgeschakeld, nummer 5 galop. Met Waikiki Sycamore. Waikiki Sycamore 2,5 lengte voor, op de tweede plaats hebben we dan Angie Meadow. Achter Angie Meadow volgt op de derde plaats en die ligt op dit moment aan de relingszijde. Paard nummer 2, Beb Zwageman. En achter Beb Zwageman, en die heeft hem eigenlijk in de nek, Frans van der Blonk. Want daar zit met veel dadendrang paard nummer 8, Souva, met Gerard Smit. Maar Gerard is gelukkig een sterke vent. En die heeft zijn paard redelijk in toom. We komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. En in de staart van het veld komt er wat reactie. Rosalie Jansen zit in derde spoor met Aussie Straussie. En gaat kijken of er wat te halen valt. Zeker nu vooraan het tempo naar beneden gaat. En Aussie Straussie die laat zich in het derde spoor goed zien. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Eens kijken of we het hele veld even kunnen benoemen. Waikiki Sycamore lengte voor. Aan de buitenzijde Aussie Straussie. Aan de binnenzijde Angie Meadow. En in het tweede spoor vecht mee Sepp Legume. Achter Sepp Legume is er dan Zaletta Boko. En die flankeert Frans van der Blonk met zijn Beb Zwageman. Verderweg in het veld zit daar nog altijd met de handen vol aan de relingzijde Gerard Smit achter zijn Souva. En Souva die wordt daarachter in het tweede spoor dan nog geflankeerd door een der andere deelnemers. En dat is dan Ace of Spades met Kees Vergaai. Die raakt nu trouwens wat achterop met een galoppade. Deelnemers komen dan de rechte lijn voor de tribune weer in. En de deelnemer die ik zojuist even niet noemde, ligt er wel degelijk. En dat is niemand minder dan uw favoriet, Silver Sycamore. En die Silver Sycamore komt nu 4 dik het veld voorbij. Koers ontwikkelde zich aardig voor de favoriet. En die laat er geen gras over groeien. Ja, maar het is aan de binnenzijde wel Waikiki Sycamore die notabene Silver Sycamore op probeert te vangen. En zo gaan ze dan naar de overkant van de baan. Waikiki Sycamore, Zep Legume. Buitenzijde dan Silver Sycamore. Aan de binnenzijde. De Angie Meadow loopt geen meter te veel. En Zaletta Boko loopt prachtig mee in dit geweld. Voor de stal die al in absolute topvorm is hier op Alkmaar vandaag. Naar de laatste bocht toe wordt de leiding overgenomen door Zep de Legume. Zep de Legume, een paard dat eigenlijk wel weer eens een overwinning verdient. Loopt permanent goede koersen. Maar je kan er nooit gerust op zijn als John Dekker zo cool en zo makkelijk ernaast zit met Silver Sycamore. Paard nummer 1 lijkt geboekt voor het derde geld. Dat is Angie Meadow. Die komt daar rond de huizen naar voren gevlogen. We gaan op weg naar de laatste rechte lijn. En het is daar dat hij beslissend voordeel begint te nemen. Silver Sycamore met John Dekker aan de binnenzijde. Vecht hij voor wat hij waard is. Die Zep de Legume. En de strijd voor de derde plaats gaat tussen Zaletta Boko en Angie Meadow. Waarbij Zaletta stand houdt. Het is de 7-4. Die loopt een fantastische koers. Dan de 10 en dan de 1. Die fantastische zierdeken die op dit moment wordt omgehangen bij Silver Sycamore en John Dekker. We gaan eens even kijken of we mogen gaan huldigen, meneer Monneman. Ja hoor, dank u wel. Silver Sycamore is de glorieuze winnares van deze koers. 6 jaar oud, een zwart-bruine merrie van Infit Broline uit Lonely Sycamore. Gefokt door Dunnebier Holding BV, Theo de Mol en eigenaar is Stal Laanhoeven. Theo de Mol de trainer, John Dekker de winnende rijder. Mensen komen handen en voeten tekort om alle ereprijzen in de wacht te slepen. Maar het lukt allemaal. John, een hele korte reactie. Ja, we raken zo langzamerhand uitgepraat. Want het is elke keer dezelfde tactiek en elke keer pakt het goed uit. Ook vandaag weer fantastisch, hè? Ja, super. Beisie, ongelooflijk. Klein, dapper dingen. Blijf gaan. Veel karakter. En ja, goed. 7 was een beetje mijn zorg. En goed, ik kon gelukkig in de bochten eventjes naar buiten. Kon ik eruit. En nou ja, maakte het weer super af. Ja, paard van Knol was wel een taaie noot, had ik het idee. Ja, die hield het nog aardig vol. Die had ook wel wat moeten doen. En nou ja, aan de overkant trok hij nog goed met me mee. En ja, laatste bocht, toen had ik het wel in de gaten. Ik denk, het zit goed. Heel mooi, John. John Dekker, dames en heren. Hij gaat voorrijden met zijn geweldige winnares Silver Sycamore. Wat een mooi rijtje heeft hij inmiddels staan. 8 overwinningen uit 14 starts. En het einde lijkt nog lang niet in zicht. Dames en heren, Silver Sycamore, John Dekker.